Hoi, ik ben Jolien Jansen, ik woon aan de Kampmansweg in Dalfsen, de mooiste straat van Dalfsen. En dit zijn mijn 10 favorieten. Mijn favoriete steekproduct is het Vechtelbiertje. Ik heb laatst verschillende Vechtelbiertjes mogen proeven en ze zijn echt allemaal onwijs lekker. Mijn favoriete stukje natuur in de gemeente Dalfsen is het bos eigenlijk bij Huizen den Berg. Het is daar super mooi om te wandelen en Huizen den Berg is natuurlijk ook prachtig. Daar heb ik ook een paar foto's gemaakt, ze zijn heel mooi geworden. De bank. Omdat ik stiekem gewoon heel erg lui ben en het gewoon fijn vind om in dezelfde positie heel lang op mijn bank te zitten en te liggen. Dat zijn de Oranjefeesten. Ik heb altijd het gevoel bij de Oranjefeesten dat heel Dalfsen gewoon met elkaar verbonden is. En gezelligheid, knusheid. Mijn favoriete persoon of personen in Dalfsen is toch wel mijn familie. Maar een ander favoriet van mij is ook wel mijn paard. Dus mijn favoriete fietsroute is het Rondje Pontje. Nou, super mooie route en vooral het stukje over de Vecht maakt het wel bijzonder. En dan als afsluiting een vette dikke ijskool op de brug. Dat hoort er natuurlijk bij. Mijn favoriete winkel? Nou, ik heb er eigenlijk stiekem wel meer. Maar een winkel waar ik altijd blij van word is She Fashion in Dalfsen. Daar werken gewoon toppers. Als je daar binnenkomt word je gewoon super goed geholpen. En ik ga er altijd weer blij van. Mijn favoriete gebouw in de gemeente Dalfsen is het meest duurzame bedrijfspand in Dalfsen. Kantoor van Morof Jansen Installatiebedrijven. Dat is toevallig ook van mijn man, dus ja, daarom ben ik stiekem ook wel heel erg trots op en is het mijn favoriet. De tophandbal Dalfsen. En persoonlijk vind ik eigenlijk wel dat elke Dalfsenaar gewoon super trots moet zijn op deze vereniging. Want het is onwijs knap wat die meiden, wat voor prestaties zij leveren. Ja, mogen alle restaurants? Nee, je kunt in Dalfsen gewoon nou echt heel lekker eten. Maar nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik afgelopen vrijdag de meest lekkere ribeye ooit heb gegeten. En dat heb ik gedaan bij het Arsje.